allemaal. Het is vandaag Oudjaarsdag. En omdat we na de middag klaar willen zijn, helpen mijn broertje en ik en mijn moeder allemaal mee in de stal. Zodat we ook nog een fijne Oudjaarsdag hebben. Wat ik nu aan het doen ben, is de zeugen naar een afdeling leggen. Want deze zijn ook dragend. Ze dragen 3 maanden, 3 weken en 3 dagen. En ongeveer een weekje voordat ze gaan biggen, dus gaan vallen, leggen we ze in een hok. En dan kunnen ze al een beetje wennen. En dat ben ik nu aan het doen. We zijn ze nu aan het opleggen, zo noemen we dat. En misschien is opleggen, klinkt dat als een raar woord. Maar het is gewoon eigenlijk de varkens in het hok doen. En omdat ze al zo lang dragend zijn, zijn ze vaak ook super rustig. En dan sjokken ze gewoon een beetje naar de afdeling. Ja, de afdeling die is gisteren schoongemaakt. Dat doen we elke keer als we een nieuwe zeugen inkomen. Dat is voor de hygiëne. En dan starten ze lekker in de schone hok. Kijk maar. En de voerbakken, de muur, de grond, alles is schoongemaakt. En zoals je kunt zien, die mooie waggelkont, die gaat nu lekker rustig naar het hok. En we hebben die blauwe stip achter op haar kont gedaan om te weten dat we deze moeten meenemen, dat we niet verkeerde varkens meenemen. En dan lopen ze nu rustig naar het hok. Ik ga ze even kijken bij de buurvrouw. Kiezen in welk hok ze willen. En het gaat heel mooi rustig. Wat je nu hoort en ziet is dat deze zeug aan het eten is. En we hebben daar een beetje voer in gedaan, dat is makvoer. Zodat ze er makkelijk in loopt. En als ze de volgende keer weer binnen gaat kijken, moet ze natuurlijk ook weer in zo'n hok. En dan gaat het heel erg makkelijk, want dan weet je dat ze wat lekkers krijgt als ze erin zit. En ik heb hier net het hek dicht gedaan. En dat is voordat dit het biggengedeelte is. En dat de moeder er dan niet op kan liggen. Maar vlak voordat ze biggetjes krijgt, gaat het hek ook naar beneden. En dan kan ze die vijf biggen krijgen, zonder dat ze zo op de biggetjes gaat liggen. En als de biggen een paar dagen oud zijn, dan gaat deze ook weer open. Dan heeft de moeder weer een groot hok. Alleen deze blijft dicht, want dit is dan voor de biggetjes zelf. En dan heb je hier deze kap. Die gaat dan ook naar beneden als de biggen er zijn. En dan komt hier een lamp in te houden. En dat zorgt dat dit stuk onder de kap heel lekker warm en een klein plekje is voor de biggen. Ondanks dat ze van die andere stal moeten komen, van de groep, ben je hier zo mee klaar met de zeugen opleggen. Want ze zijn bijna allemaal eigenlijk super rustig en ze lopen heel makkelijk. Lopen ze gewoon in het hok en dan doe je de hekken dicht. En zoals je ziet, de hele afdeling is nu al klaar. Zoals je hoort is het hier echt heel erg stil. Het komt omdat ik nu bij de biggetjes sta. En ik sta hier nu bij de zeug die waarschijnlijk het laatste biggetje van 2020 gaat krijgen. En zoals je ziet... is die nog gewoon nat en die is er dus ook net uitgekomen. En ze kunnen al gelijk lopen en dat is vanuit het beeld is dat ze kunnen vluchten. En hij zit nog vast aan de navelstreng, maar ze zoeken eigenlijk gelijk naar een speen om voeding te krijgen. Maar dit was van 2020. Ik zou zeggen op naar 2021. Ik heb nog één vraag. Ik heb al bijna 50 vlogs gemaakt en ik heb al heel veel onderwerpen gehad. Ik weet eigenlijk niet meer zoveel dingen waar ik over kan vloggen. Dus als jullie een leuk idee of een vraag hebben, moet je dat even zeggen, want dan heb ik iets om over te vloggen. Dit biggetje en ik wens jullie een fijne jaarwisseling en een goed 2021.